allemaal. Ik ben terug met een filmpje, een nieuw project. Je ziet het al liggen. Deze keer een project van Stamperia. Dit is een kit waar alle karton in zit om een House of Journal te maken. En ik heb daarbij een paperpad gekozen, ook van Stamperia. Die toch wel heel, heel mooi is, heel fleurig en toch ook vintage. Ik vond dat wel een heel mooi papier om dit project eens mee te maken. Ik overloop hier even het papier dat je in de snelte ziet. Hoe het er ongeveer uitziet. Er zitten kaartjes in, labeltjes, rondjes, effen papieren. Er zijn allemaal verschillende en echt heel mooie papieren. Dit filmpje duurt voor heel lang, zoals je al gezien hebt. Ik ga... Het eerste gedeelte is wat versneld, dat zie je aan mijn handen, omdat dat in versnelling wel wat duidelijk is. Op het einde heb ik een paar dingen die niet versneld zijn, om toch wel dat het heel duidelijk is hoe dat het moet. Wat zit er in de kit? Daar zit sowieso een handleidingsje bij. Heel klein, maar meer heb je eigenlijk niet nodig. Dus het spreekt voor zijn eigen. Op de kartonnetjes is goed aangeduid wat de nummer is. Dus dat zijn bijvoorbeeld de drie bodemplaten, 3A, 3B, 3C. Die komen op elkaar. Dat wijst zijn eigen echt mooi uit. Ik begin met de basis van het huisje. Het album zelf is voor later. De basis zelf is vrij gemakkelijk in elkaar te steken. Enfin, vrij gemakkelijk. Het komt erop neer dat je eigenlijk bezig bent met een beetje te puzzelen en het moet blijven staan. En dat maakt het zo'n beetje onhandig om te plakken. Want ja, met wat plak je dat dan? Hoe blijft dat goed kleven? Dat is even zoeken. Dus ik zou zeggen, zoek naar uw favoriete lijm. Of product om dat te doen. Ik heb gekozen om hier een Quick Dry van Tacky Glue te gebruiken en papierplakband. Quick Dry, ja, hij droogt snel, maar niet snel genoeg voor dit project natuurlijk. Maar het is een heel stevige lijm, de Tacky Glue, waar ik heel tevreden van ben. Dus heb ik ervoor gekozen om met papieren plakband mee wat te assisteren, zal ik maar zeggen. In de kleine handleiding die erbij is, staat ook duidelijk vermeld dat het wel degelijk de bedoeling is dat niet gewoon de hoekjes tegen elkaar staan, maar doordat de platen met de schuine wand, die komt ook effectief tegen. Dus je gaat nu zien dadelijk dat ik, ja, mijn lijm is nieuw, die moet nog open gesneden worden. Ik doe op de rand, doe ik de lijm. En dat stuk komt tegen die plaat. En dat klopt ook effectief zo. Dat komt zo ook uit met de platen. Dat is veel handiger dan dat je gewoon hoek tegen hoek moet plakken. Dus het is hoek en die hangt je nu tegen de zijkant eigenlijk. Tegen de rand weliswaar, maar tegen de zijkant. Ik hoop dat je dat goed duidelijk kunt zien. En dat klopt dan ook effectief met de maten van uw bodemplaat, zal ik maar zeggen. Zie je, ik kom daar nu tegen, dan schiet dat weer los, dat is niet zo handig. Dus dat is even onhandig om dit te plakken. Maar het lukt wel, hè. Heb je zoiets van, oh, dit lukt mij nooit. Je kunt er ook voor kiezen om eerst alles met de papierplakband aan elkaar te hangen en er dan lijm in te spuiten. Maar dan heb je nog meer last van lijm. Die eruit sprit, zal ik maar zeggen. Meer lijm aan de buitenkant dan op de plaatsen waar dat, waar dat alles tegen elkaar moet hangen. Dus heb ik er toch voor gekozen om het nu zo te doen. Maar ik zeg het, er zijn heel veel verschillende manieren. Het is een beetje uitzoeken wat voor u het beste lukt. Dat is net als welke lijm dat je wilt gebruiken. Ik heb ooit iemand horen zeggen, en ik geloof daar stiekem wel wat in. Welke uw favoriete lijm is, dat hangt er ook heel hard van af. Waar je woont. Nu, hier in België is dat natuurlijk niet zo direct een probleem. We zijn maar een klein land. Maar ik hoorde dat iemand van Amerika zeggen. En als je in heel Amerika kijkt, dat is gigantisch groot. Dus daar hebben ze ook heel veel verschillende soorten luchtvochtigheden. En naar vanant waar die woont,
Kan het zijn dat die liever voor dubbelzijdige plakband gaat of voor bepaalde natte lijmen. Dus dat kan wel wat verschil uitmaken waar dat je woont. Nu, hier in België is de luchtvochtigheid gewoon, denk ik. Dus ik heb zowel dubbelzijdige. Dat hangt er vanaf voor welk project dat ik doe, welke lijm dat ik verkies. En hier heb ik nu gekozen voor de tacky glue. Het is een beetje uit het beeld, maar hier ben ik dus mijn rand ook nog even aan het vastplakken met de papierplakband. Dat is eigenlijk echt gewoon puur dat hij mooi op zijn plaats zou blijven, zodat die tacky glue de kans krijgt om, ja, om zich te hechten, om te drogen, dat hij goed vast blijft hangen. Dat is mijn voornaamste reden. Maar aan de andere kant, nu ziet je een beetje op beeld hoe ik dat gedaan heb. En aan de andere kant kan het ook totaal geen kwaad om extra versteviging te hebben. Hè. Op het filmpje dat ik gezien heb van Stamperia zelf, daar had iemand zelfs speciaal van die craft tape en heeft die nog aan de buitenkant bijgeplakt voor extra stevigheid. Die heb ik hier nog nergens gevonden, maar als ik ze vind, ga ik die zeker ook aanschaffen. Maar dus nu voorlopig met mijn papierplakband lukt het ook. Voilà, de bodem past er mooi in. Dat is perfect, hè? Nu kan ik mijn huisje even aan de kant zetten. Waarom zet ik dat nu aan de kant voordat ik de bodem erin hang? Omdat ik nu eerst de twee onderste bodemplaten wil behangen met het mooie papier. Dit omdat de bodem van mijn huisje komt daar toch nog eens bovenop. Dus vandaar dat ik nu die eerst even wil doen. Dan zijn die klaar om mijn huisje erop te zetten. Als ik dat bekleed, het is allemaal een beetje een functie van papierbesparend te werken. Wat ik niet moet bekleden, bekleed ik niet. En dat papier gebruik ik liever voor iets waar ik wel wat wel zichtbaar is. Dus ik heb hier nu twee gekozen. Dat worden mijn bodemplaat designs. Dus ik kies ervoor om gewoon de bodem daarop te kleven. En zoals ik eigenlijk bij elke bij mijn albums doe ik dat ook zo als ik de kaft maak. Ook bij deze bodem. Hier, ik verspreid mijn lijm hier een beetje met een oud klantenkaartje. Dat is vooral ook, ja, je hebt met elke natte lijm heb je snel bobbels. Ik heb gemerkt op het heel einde heb ik een plaats gehad waar ik iets te veel lijm heb gebruikt, waar de bobbels wel een beetje. Je papier slorpt sowieso het vocht op. Dus bobbels zijn bijna onvermijdelijk, maar als je niet te veel lijm gebruikt, dan valt dat niet zo hard op. Dus ja, maar wat ik dus zei van mijn mini-albums kaften, die werk ik ook zo af met die speciale hoekjes. Dat is eigenlijk het principe dat je leert op school als je bedden leert opmaken. Ik laat het hier even zien. Dus je knipt je een hoek af, maar niet tot tegen de hoek. Ik blijf er een millimeter of 2, 3 van weg. En dat maakt dat ik zelfs mijn hoek mooi kan omplooien en dat het bruin van de karton er niet meer door komt piepen. Als je dat tot tegen de hoek afsnijdt, dan gaat dat wel tot daartegen komen piepen. Nou ja, dan is het natuurlijk een kwestie van mijn papier mooi om te. Het is boekenkaften. Iedereen die ooit boeken heeft moeten kaften, die weet hoe dat werkt. Dus ik gebruik hier sowieso mijn bonefolder. Ik kan dat met zo'n project echt niet missen. Dat is zo'n handige tool dan. En ik kan mij niet direct iets zeggen dat dat zou kunnen vervangen van huis, tuin en keukenmiddeltjes in huis. Dat is te handig. Dus ja, nu doe ik twee zijden al omplooien. Die hecht ik vast. Ik heb daar ook gekozen voor een stukje dubbelzijdige plakband. Dat ook mede om het door er met mijn bomfolder over te gaan, duw ik de lijm er eigenlijk zo'n beetje terug helemaal onderuit. En om dat wat tegen te gaan, heb ik daar een stripje dubbelzijdige plakband voor niet te veel te smodderen. Want dat kan ik goed.
Dus hier heb ik dat hoekje naar beneden geduwd. Het is wel jammer dat ik dat nu niet zo heel goed laat zien. Maar dus doordat daar nog wat ruimte over was, kun je dat hoekje mooi omplooien. En zijn je hoeken ook mooi afgewerkt. En dat vind ik toch wel, ja, ik vind dat wel belangrijk aan zo'n project. Dat die hoekjes dan leuk afgewerkt zijn en mooi afgewerkt. Voilà, één bodemplaat is af. En nu ga ik. Ja, ik heb even geskipt. Ik heb de tweede ook al afgemaakt. Dus voor de tijd van het filmpje toch een beetje te beperken. Ik kies ervoor om de bodemplaten ook even met distress inkt te bewerken. Ik vind dat toch altijd iets extra geven. Voor de oude look. En dat past zo mooi met dit papier. Dus ja, een beetje een must vind ik bij deze lijn. Heb je dat niet in huis? Ja, dat is ook geen ramp. Ik zeg, het is echt ook wel heel mooi zonder. Heb je het wel? Ja, dan zou ik zeggen doen. Dus je ziet dat ik mijn bodemplaten, die zijn niet aan de achterkant ook. Die kanten plak ik uiteraard op elkaar. Zo is mijn bodem, als ik dan de onderkant van mijn huisje, dat is dan ook mooi versierd. Dus ja, het zou zonde zijn en het past ook net zo. Hier heb ik toch wel een heel tijdje redelijk wat druk op gezet. Het ideaal was geweest als ik daar eigenlijk, ik denk er nu pas aan, maar ik had er eigenlijk beter gewoon mijn strijkijzer wat op gezet. Of een volle kastrol soep, zonder morsten dan. Maar een goed gewicht erop. En dan, ja, goed wat laten drogen, dat mag best wat uitharden. Dus daar, ja, ik zou zeggen, hou er rekening mee. Haal maar iets in je buurt dat genoeg gewicht heeft. Dat helpt wel. Dan moet je niet de hele tijd duwen. Dus zo komt het huisje er bovenop. Het huisje heb ik, als ik me niet vergis, ja, het huisje heb ik wel versierd van de bodem af. Dus die heb ik nog wel laten drogen. Terwijl. En ik heb eerst de papierlijn op het huisje bevestigd, eer ik dat op de bodemplaten heb bevestigd. Hier heb ik er dus wel voor gekozen om eerst papierplakband aan te brengen. Dat is wat ik daar straks even zei. Je kunt er ook voor kiezen om eerst papierplakband en dan er lijm tussen te doen. Hier heb ik ervoor gekozen omdat je eigenlijk toch vier kanten tegelijk moet plakken. En dat is niet zo evident. Dus heb ik op deze manier gewerkt. Ik zie dat ik toch wel weer een stukje van het scherm af ben. Ik hoop dat het dan toch duidelijk is hoe ik dat bedoel. Dus nu draai ik die om. En de stukken waar nu plakband zit, kan ik lijm doen en daar mijn huisje op zetten. Dat is net iets gemakkelijker om zo te werken. Voilà. Ik vind het ook een beetje minder gesmodder dan. Ik ben nogal heel snel in veel smodderen met lijm en dergelijke. Dus om dat wat te verhinderen, heb ik ervoor gekozen om het zo te doen. En dan moet ik eigenlijk alleen nog maar goed wat aanspannen en mijn papierplakband omhoog duwen. En dan kan dat op deze manier ook weer heel goed drogen. Dus voilà. Eigenlijk is dat dan vrij simpel om op deze manier de bodemplaat aan te brengen. En alles wat er nu zo wat weggespretst is, dat zit ook nog achter die papierplakband. Dus ja, dat is eens zoveel stevigheid, hè. Zoveel te steviger, zoveel te beter. Uitgelezen moment om dan maar eens stilletjes te gaan kiezen welke papieren ik wil dat aan de buitenkant van mijn huisje komen, hè. Een beetje plaats maken. Het was al vrij snel beslist dat ik dat papier graag heel zichtbaar wou. Nu, het is echt allemaal heel mooi, hè. Omdat ik nu juist dat papier heb gekozen, kies ik ervoor om dan iets minder opzichtig
de zijkanten van het huis te doen. Het geluk van dit huisje is, of het er zo op gemaakt is, dat weet ik niet. Maar het geluk is nu even dat je door de papieren in het midden te vouwen, ervoor, ja, dat juist past met de maten van het huis. Dus je hebt dan geen verlies. En dat vind ik toch ook wel belangrijk. Ik heb mijn albums ook zo gemaakt, op zo weinig mogelijk papierverlies. Dus dat komt perfect uit. Je kunt je rand mooi mee inwikkelen en toch heb je genoeg om de zijkanten mooi te decoreren. Dus voor de zijkanten plooi ik mijn vel in de richting, in de verticale richting. Wacht, niet in de horizontale richting. Mijn excuses. Voor de hoge zijkanten is het in de verticale richting. Dat is niet super recht geknipt. Dat hoeft voor mij ook niet per se. Dat wordt allemaal weggewerkt. Nu ga ik bepalen, ik wil dat gezicht natuurlijk juist mooi op mijn huisje staan hebben. Dus dan is het even bepalen op hoe hoog dat ik dan moest knippen. Dus heb ik ervoor gekozen om nu eerst een stuk, om deze, de zijkanten heb ik op maat gesneden. De hoge zijkanten, de lage zijkanten, die vouw ik wat mee om, dus daar moet niks meer vanaf. Dus die zijn nu de juiste breedte en nu wil ik dat, ja, ik wil die tekst en dat gezicht mooi hebben. Dus ga ik wat mikken op waar dat mijn bodemsnijlijn moet komen. Dat is nu wat uit beeld, maar dat bepaal ik dan door een klein knipje in het papier te zetten en nu vouw ik dat daar. Dus daar ga ik mijn papier afknippen en dat doe ik met allebei tegelijk, omdat ze toch, de maten zijn hetzelfde. Dus hier knip ik een stukje en dan met de potlood kan ik het volgende stuk ook zo bepalen. En dan weet ik dat die goed zijn. De onderkant van het huisje, dat ga ik niet decoreren uiteraard. Dat komt op de bodemplaat te plakken. Voilà. Omdat ik de lage zijkanten om de hoek heen ga plooien, ga ik uiteraard die als eerste plakken. Zo'n beetje stom zijn anders, hè. Die maak ik ook een klein stukje korter, om de overlapping ook niet te ver te laten gaan. Dat is voor niks nodig. En dan gaan we beginnen kleven. Ik heb die met dezelfde reden als daarstraks veeg ik hier, smeer ik ze wat uit met de borstel. Om niet die dikke klodders te hebben, zodat ja, die lijm toch een beetje... Probeer dat zo met papier en vloeibare lijm, probeer ik dat toch zo wat te doen. Anders gaat je toch wel eens bobbels en oneffenheden hebben. En dat is gewoon zonde. En nu met mijn score, met mijn vouwbeen zal ik zeggen, kan ik mijn lijm ook nog een beetje egaal uitwrijven. Het handige is, mijn huisje is, heb ik juist pas geplakt en dat is eigenlijk helemaal nog niet droog, die lijm. Maar door die papierplakband kan ik toch al goed verder. Dat is heel goed voor mensen gelijk ik met weinig geduld. Dus hier doe ik de zijkanten en dan is mijn hoekje ook mooi mee versierd. Dus dat plooi ik gewoon de hoek om. Voilà. En met de bovenkant doe ik eigenlijk net hetzelfde. Om zo dat bovenste randje ook mee gedecoreerd te hebben, vouw ik dat ook mee om. Eerst de andere zijde nog even. Ondertussen heeft het huis helemaal ook nog wat extra versteviging en lijm erbij. Hè. Dat zijn allemaal dingen, ja, door meer en meer erop te hangen, krijgt het ook meer en meer stevigheid. En dat is toch wel belangrijk in dit geval. Ik kan u verzekeren, mijn huisje is nu helemaal droog. Het is stevig. Het is echt stevig. En dat is ook een geruststelling, want je weet dat dat dak er regelmatig af moet met die album. En dan is dat wel fijn te weten dat het goed stevig in elkaar zit. Ik duw daar, je ziet dat nu even dat ik met mijn vouwbeen zo de rand ook even
plat duwde. Ik weet niet waarom dat ik dat altijd... Jawel, ik weet dat eigenlijk wel. Oude boeken hebben dat ook zo, zo. De kaft, dat is zo precies... Dat is niet mooi afgerond, dat is zo precies plat geduwd. Ik vind dat zo... Ja... Dat is smaak natuurlijk, maar voor mij hoort dat erbij. Om dat even plat te duwen. Voilà, de volgende kant. Ja, de lijm gaat er wel degelijk goed door. Hè. Ik heb op het einde van mijn project, mijn busje lijm is niet leeg. Maar het scheelt niet veel, zal ik maar zeggen. Ik denk dat er nog een vijfde of een tiende of zo in zit. Het bodemje is nog gevuld, de rest is leeg. Dus je kunt je al voorstellen hoe stevig dat het projectje dan wel is. Dus voilà, hier net hetzelfde. Goed aanduwen met het vouwbeen. Dan verdeelt de lijm nog wat extra. Ook aan de binnenkant goed wat druk zetten. Even inknippen. Voilà. Je snapt wel waarom dat ik hier even de video allemaal versneld heb. Hè. Dat spreekt ook wel wel voor zich. Je ziet dat ik echt heel veel met dat vouwbeen over die stukken ga waar ik gelijmd heb. Dat lijkt misschien alsof je dat ook gewoon met je vingers kunt doen. Ja, dat gaat. Maar heel eerlijk, dat is niet hetzelfde. Je vinger is niet hard. Een vouwbeen is wel hard. En dat geeft toch wel die druk, die extra druk. Ja, het verdeelt je lijm. En lijm die goed verdeeld is en dus niet in klodder zit, die droogt gelijkmatig en beter op. Dat is ook gewoon zo. Je kunt je papier ook mooi in hoekjes duwen. Dus ja... Als er één gereedschap is dat ik niet meer kan missen naast mijn schaar, dan is het toch wel dat. Ja, ik heb ook altijd mijn zakdoekje klaar, want ik weet dat ik mijn vingers hangen altijd vol lijm. Altijd. Ik vind het ook niet erg. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik denk dat dat zo is gelijk mensen die potten bakken, die doen ook geen handschoenen aan. Hè. Zo met uw vingers. Ja, echt het gevoel van, ha, hier heb ik met mijn handen gemaakt. Voilà, bovenste randje plat duwen. Je ziet het. Zo. En dan is het tijd voor de hoge zijkanten. Eigenlijk hetzelfde principe, maar dan gewoon net iets meer kijken hoe dat we de bovenste rand mooi omplooien. Maar dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Voilà, buiten de lijntjes geverfd. Dat had ik al mooi op maat geknipt. Dus de zijkanten en de onderkant die zijn al perfect. Kan ik dat mooi aanduwen met mijn vouwbeen. En nu kan ik kijken en door middel van knipjes ook de rand mooi mee versieren. Je ziet dat papiertje bleef niet hangen, omdat terwijl ik er met mijn vingers over ging. En eens met dat vouwbeen, dan gaat dat wel. Dat is echt, ja, dat zet een druk die heel anders is dan je vingers ooit kunnen. Oh.
Voilà, en zo is de ene kant aan de buitenkant ook alweer mooi gedecoreerd. Andere kant net hetzelfde. Ik heb eraan getwijfeld om op het huisje eventueel met even bruin papier en zo een deur en raampjes en zo te maken. Om het nog meer op een huisje te gaan laten lijken. Voorlopig heb ik het nog niet gedaan. Ik vind het gewoon zo mooi op zijn eigen. Het papier is echt. Goh, ik heb eigenlijk spijt dat ik er geen van over heb om nog kaartjes te maken of weet ik veel wat. Dus het is echt ongelooflijk mooi papier. En daarom heb ik ervoor gekozen om niet te veel nog te versieren. Want. Dus het zou bijna afbreuk doen en ja, de aandacht van het mooie papier wegnemen. Anderzijds leent het papier zich ook om er juist een mooie bloemetjes nog bij te werken, of een kadertje, of weet ik veel wat nog. Ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk nog eindeloos. Maar mijne is dus voorlopig nog vrij naakt, zal ik hem maar noemen. Maar ja, heb je embellishments thuis liggen? En weet je niet voor wat je ze kunt gebruiken? Ja, dit is echt wel een uitgelezen projectje om net heel veel mee te gaan doen. De buitenkant is versierd. Ik ben tevreden van mijn keuze van papier. Uiteraard heb je het setje gekocht. Je kunt helemaal zelf kiezen en het helemaal naar uw hand zetten. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Je moet dat niet namaken zoals ik het heb gemaakt. Maar. Het is altijd wel handig om zo een filmpje te hebben om te zien hoe je nu net moet te werk gaan. De binnenkant moet nog versierd worden. Ook daar ga ik weer papier voor kiezen. Daar heb ik wel ervoor gekozen om de papiertjes rechtstreeks te meten, omdat mijn zijrand al mee geversierd is. Dus die heb ik wel afgemeten en dan. Rechtstreeks erin geplakt zoals het moest. Dat ga ik jullie ook heel eventjes besparen op deze film. Dus ik ga weer wat verder spoelen naar het volgende. Zo, ik heb mijn bodem er weer bij gehaald en daar ga ik mijn huisje nu op bevestigen. Ik heb de binnenkant versierd, behalve de bodem die zichtbaar is, die moet ik nog doen. Waarom ik dat nu in deze volgorde aan het doen ben, dat weet ik eigenlijk niet goed. Waarschijnlijk kon ik niet meer wachten. Ofwel, ja, als ik nu dadelijk mijn bodem bevestig, dan kan ik al die laagjes tegelijkertijd druk bezorgen. Dus de binnenkant is versierd, het huisje plakt erop. Ik heb ervoor gekozen om geen nieuw vel. Je ziet me hier even twijfelen. Ik heb twee stukjes die over waren van de binnenkant te versieren. Oh, daar trek ik hem los. Dus je ziet, het heeft echt droogtijd nodig, hè. Dus het is ergens neerzetten en even laten drogen en er vanaf blijven. Dus ik heb ervoor gekozen om het papier dat ik aan de binnenkant te gebruiken, die overschotjes, om daar ook de bodem. Gaat je die lijn zien waar dat aan elkaar overlapt? Oh ja, als je erop kijkt, gaat je dat zien. Maar ik ga mij dat niet aantrekken. Ik vind dat niet zo erg. De binnenkant is de binnenkant. En die, in mijn ogen wordt die iets minder met een arendsoog beoordeeld dan de buitenkant. Dus ja, ik ga er geen nieuw vel voor stuk snijden. Die hou ik liever voor straks in mijn album. Je gaat ook zien dadelijk dat dat echt niet hard gaat opvallen. Nu, er zijn sommige papieren waar dat waarschijnlijk wel hard mee zou opvallen, hè. Niet elk papier leent zich daartoe. Ik had nu het geluk dat ik dat gekozen had waar dat wel mee. Dus voilà. Persoonlijk vind ik niet dat dat hard opvalt. Laat gerust weten wat jullie ervan vinden. Ik vind van niet. Nee. Voilà. En bij deze is mijn basis.
dus het huisje, de bodem en de decoratie rond, klaar. En die mag nu aan de kant om toch wel goed uit te harden, goed te drogen. Want dat is wel belangrijk. Het heeft een tijd nodig, die tacky glue. Tacky glue, ik heb nu de quick dry gebruikt, maar je hebt ook allemaal gezien de hoeveelheden die ik gebruikt heb. Ik heb echt wel veel gebruikt. Dat heeft tijd nodig, zelfs de quick dry. Voilà. Ik ben al content. Ik ben hier zo restjes, restanten die overal tussenuit gespritst komen. Want je ziet dat toch altijd een beetje, hè. Dus die lijm droogt wel doorzichtig op, dus dat je dat niet ziet. Maar dat geeft toch altijd, waar je lijm te veel hangt, ziet je toch altijd een beetje blinken of zo. Dus om dat te vergeten, veeg je dat even weg. Dus deel 1 staat te drogen. Dan kunnen we beginnen aan deel 2. Als eerste is dat het dak. Het dak, de kaft van het album dat we gaan maken, dat is het dak. Dus ben ik hier een papier aan het kiezen. Ook het dak bestaat, zoals de bodemplaten, bestaat het dak uit 2 lagen. Je ziet dat mijn papier er net niet op past. Dus vindingrijk als ik ben. Nee, ik snij gewoon mijn papier in het midden door. En haal er nog een effe bruin papier dat bij het papier past. Dat geeft zo mijn boeken een oudere look. Vroeger, de oude boeken in mijn hoofd hadden dat zo allemaal. Je gaat dadelijk zien wat ik bedoel. Ja, zo een tweekleurige kaft, om het zo maar te zeggen. Ik vind dat iets. Ik doe dat eigenlijk bijna bij al mijn albums. 1, omdat ik het heel leuk vind. Maar 2, ook omdat ik op die manier weer papier spaar. Ik denk niet dat ik. De mensen die al albums hebben gemaakt of die al gescrapbooked hebben, die al een paperpad gekocht hebben, die weten wat ik bedoel. Papier kost geld. Zeker het mooie dessertpapier, Stamperia, Graphic 45. American Crafts, allemaal hele leuke merken. Ik kan ze allemaal niet opnoemen. Maar ze komen ook allemaal met een prijskaartje. Dus ik geef heel eerlijk toe dat ik ook daaraan denk. En probeer zoveel mogelijk economisch te werken. Dus ja, ik probeer altijd zo weinig mogelijk weg te gooien. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk uit mijn papier te halen. Dus, hier zie je met strookje bruin papier. Eigenlijk verleng ik mijn papier door daar een effen strook tussen te hangen. Dus, voilà. Daar hang ik in het midden mijn dunne strip op. Dus dat wordt de zijkant van mijn kaft. Die hang ik nu mooi in het midden. En langs beide zijden hang ik de zijkanten van mijn kaft. Let hier goed op. Die zijkanten van uw kaft moeten een redelijk groot stuk van uw middenstuk af. Pak desnoods 2 van uw kartonnetjes die je nog liggen hebt. Je hebt nog kartonnetjes over. Zet die er recht op tussen. Maar er moet voldoende plaats zijn tussen uw strips. Je ziet daar dat ik ik heb het nu niet gemeten, maar het zal net geen centimeter zijn. Ik heb echt voldoende plaats daartussen gelaten. Dat is heel belangrijk voor als je straks je kaft, als je je boek wilt dicht doen. Zitten die flappen te kort tegen elkaar, dan gaat je papier scheuren. En dat willen we echt, echt niet. Dus voldoende afstand. Heel belangrijk. Hier ben ik dus nog even mijn lijm aan het verdelen met mijn vouwtool. En de randen gaan we net hetzelfde als daar straks de bodemplaat die we hebben ingepakt. Dus mooi kaften. Dat was de grootste teleurstelling toen mijn zoontje thuis kwam in het eerste studiejaar.
En geen boeken moest gekaft hebben. Daar had ik als mama zo lang naar uitgekeken. Van jee, ik kan eindelijk boeken kaften. Ik had zelfs kafpapier gekocht dat hij leuk vond. En dan moest dat niet. Ja. Tijden veranderen, zullen we dan maar zeggen. Dus amuseer ik mij op mijn manier. Zal ik mini-albums maken. Of ja, fotoalbums maken waar ik kan kaften. Dus hier zag je even, ziet je mij dat puntje naar beneden duwen? Dat is dus voor Sarah die mooie hoek te kunnen maken, hè? Je ziet ook dat ik hier een pak minder van die tacky glue gebruik. En die is dan ook effectief op een paar minuutjes droog. Je krijgt het dan niet meer los zonder je papier stuk te scheuren. Dus zoveel te minder lijm dat je van iets gebruikt, zoveel te sneller droog, uiteraard, hè? Dat is normaal. Op de plaatsen waar ik die ruimtes heb opengelaten, probeer ik geen lijm te hangen. Gewoon, ja, dat zou niet goed komen, denk ik dan. Die lijm gaat dan daartussenin prutsen en dan gaat dan toch dingen aan elkaar doen kleven wat niet de bedoeling is dat aan elkaar kleeft. Dus daar hang ik gewoon geen lijm. Voilà. En zo is nu ook onze kaft van ons album al klaar, hè. We hebben een kaft en een dak. Een dakkaft. Dus ja, ook hier heb ik de randjes mijn die weer wel een plat duwen. Dus er één ding is wat ik hier een beetje spijt van heb, is dat ik mijn bruine papier niet eerst met distress inkt heb bewerkt. Dat had het nog meer vintage gemaakt. Maar goed, dus ik ben even met mijn vouwbeen in die openingen die ik gelaten had gegaan. En dat om het vouwen wat te vergemakkelijken. Het dak past er goed op. Dat is al perfect, hè. En dan komen die twee stukjes nog, enfin, die drie stukjes nog ter versiering erbovenop. Die worden versierd op net dezelfde manier als de bodem, als de kaft daarnet. Dus ook dit ga ik weer eventjes doorspoelen. En ik ben zo bij jullie terug. Voilà, ondertussen zijn we al aan het distressen. Ja, dat is een gewoonte natuurlijk. Ik doe dat heel veel bij bijna al mijn projectjes. Ga ik heel wat distressen. Voor wie dit graag wilt weten, ik gebruik de Walnut Stain. Ik heb de ink, omdat ik die al jaren heb. Je kunt dat even goed met de Oxide. Je kunt dat even goed met een andere bruine kleur. Dat is nu toevallig diegene die ik heb en die ik het meest gebruik. Die staat ook standaard, waar mijn andere kleurtjes meer in de kast zitten, zit die standaard bij de bureauopvulling, zal ik maar zeggen. Dus je ziet hier ook dat ik niet echt de randen echt heel zwaar bruin maak. Maar het is echt gewoon zo even het felste wit een beetje verdonkeren, versmoezelen. Het is puur voor het vintage effect. Echt niet om witte randen. Want ja, daar zijn er geen witte randen. Het is puur het effect. Voilà, daar ga ik die stukken op het kaft of op het dak bevestigen. Ik vind het echt, als je nu zo ziet, het papier is zowel heel fris en kleurrijk als vintage en oud. Ja, ik vind het echt een toffe lijn. Daarom heb ik ook gekozen om deze kit samen te stellen waarschijnlijk, hè. Dus ook daar weer eventjes wat druk op zetten, zodat de lijm kan hechten. En daar is een van de eerste grote stukken van film die ik kwijt ben. Nu goed, kwijt.
Het is ook geen grote ramp, het is vooral ik die papier aan het snijden is, wat ik even kwijt ben. Maar wat je hier ziet liggen op mijn bureau, aan de linkerkant zie je een klein paneeltje liggen met die gaatjes in. Dat is de binding voor mijn clusters, dus de binding voor mijn pagina's waar, ja, voor de foto's. Ik heb alle papieren die ik nog had in mijn paperpad zitten gesneden. En ik heb die gesneden in de breedte, zal ik maar zeggen, op 17 centimeter. Nee, ja, op 17,5, zo is het. Waarom 17,5? Omdat dat perfect dan in het huisje past. En die onderkant, dat is dus wat je in het midden ziet liggen bovenaan, dat is de onderkant van de stukjes die rechts liggen, de grotere. Wat ik nu in mijn handen had met het flapje aan, dat zijn de kaartjes die bij het papier waren. En die heb ik dan een score gegeven, zodat ook die ertussen kunnen. Het effect gaat je op het einde van het filmpje wel zien. Dus hier zie je dat die vier gaatjes, dus dat ik vier rijen gaatjes heb. Dat wil zeggen dat ik vier clusters moet maken. Nu hier heb ik ervoor gekozen om even niet verder te spoelen, ja, in speed verder te gaan en jullie goed te laten zien. Hoe maak je zo'n cluster? Ik heb van elk hoopje pak ik een paar blaadjes. Ik zag nu van de grote heb ik er acht, dus dat wil zeggen dat ik er twee per cluster kan nemen. En zo leg ik die samen, dus alle vouwlijnen pak ik samen. Ik zorg dat ik zo'n beetje verschillende flapjes heb. En zo maak ik een cluster van pagina's. Dat is eigenlijk gelijk je een boek bindt, een echte boekbinding. Voilà. Nu bij mijn eerste ging het niet zo goed, dus je gaat zelfs zien dat ik het dus te goed laat zien met de volgende cluster. Ja, soms lukt het niet direct van de eerste keer. Dat is ook bij mij zo. Dus dan ga ik die gaatjes op dezelfde lijn leggen als mijn vouwlijn van mijn cluster en daar gaatjes in prikken. Dus dat proces laat ik u dadelijk zien. Dit is dan de eerste cluster die ik heb gemaakt. En je ziet dat ik zo verschillende formaten van pagina's heb. Met zo'n klein flapje, maar mij stoort dat niet. Ik vind dat juist wel leuk. Dit is één cluster geworden van waar ik er vier van moet hebben, zo gezegd, die aan de binding terechtkomen. Je kunt er ook voor kiezen om uw cluster rechtstreeks aan uw binding vast te maken. Nu, voor mij was dit de eerste keer, dus ik vond het al moeilijk genoeg zo. Ik maak ze zelfs nog vast. Maar dus, nu ga ik de goeie laten zien hoe zo'n cluster wordt vastgebonden. Wederom kies ik papiertjes. Het leuke is dat ik totaal niet moet kijken naar wat bij elkaar past, want alles past bij elkaar. Dat is handig als je met papier uit één paperpad werkt. Dat past altijd bij elkaar. Ik heb hier zelfs, zoals je ziet, de kaft van mijn papier gebruikt. Als daar straks een foto over hangt, is er niemand die dat ziet aan de tekst. Ik weet dat ik ook ergens zo een envelopje erop tekst heb geplakt, dus dat valt totaal niet meer op. Zelfs de kaft is gebruikt. Niks gooien we weg. De kaft had dan ook aan de achterkant ook een hele mooie bedrukking. Als dat gewoon wit was geweest, had ik die waarschijnlijk niet gebruikt. Nu was dat niet zo, dus heb ik die wel gebruikt. Voilà, ik denk dat dat de laatste pagina van die cluster is, als ik me niet vergis. Het is echt zo met die linkerhand goed vasthouden wat je al gelegd hebt. Vouwlijn helemaal op elkaar te goed leggen. Dan leg je die op mijn prikmat. De gaatjes zijn per geluk groot genoeg geprikt dat ik mijn vouwlijn door de gaatjes zie. Dat ziet je waarschijnlijk op het filmpje niet zo heel goed. Ik leg die gelijke hoogte, dus de gaatjes leg ik nu op gelijke hoogte met de vouwlijnen. Daar prik ik. En nu gaat je zien dat ik mijn prikpen in het midden steek. Dat is dus al bijgeleerd van mijn vorige cluster, waar ik te vroeg had losgelaten, waardoor mijn gaatjes niet meer mooi op elkaar lagen. En ja, dan zit je even aan de sukkel.
Maar dus, een stuk garen. Ik heb hier gewoon een stuk haakgaren dat ik nog liggen had en een stopnaald genomen. Ik heb geen boekbindersdraad, ik heb gewoon ervoor gekozen iets wat ik snel bij me had en waarvan ik weet dat is stevig. Haakgaren is toch best wel stevig. Ik ga, dus de bovenkant van mijn cluster die je nu ziet, is ook de buitenkant. Dus mijn vouwlijn gaat naar boven. Ik begin in het bovenste gaatje. En dan ga ik in het middenste gaatje terug naar buiten. Ik ga als het ware met mijn draad een soort acht vormen. Dus van boven erin, in het midden er weer uit. Het laatste gaatje ga ik weer naar binnen. Nu even mijn gaatje. Ik herinner me dat het niet mooi in het midden was. Dus ik moest het even opschuiven. Voilà, dan ga ik weer terug naar binnen. Om dan weer langs het middenste gaatje naar buiten te gaan. En dan komt zowel mijn begindraad als mijn einddraad aan de achterkant uit. Waarom vind ik dat belangrijk? Omdat je die dan niet ziet. Als ik door mijn boekje blader, gaat je dan dat niet zien waar ik dat geknoopt heb. Dus hier maak ik nu een goede stevige knoop in. Dus voor diegenen die al wat gevorderd zijn, die kunnen dat ineens aan hun paletje doen met de gaatjes in, dus aan de kaft die aan de kaft komt, dus de binding zelf. Maar ik kies er dus hier nu voor om eerst mijn clusters te maken. Voilà. Cluster 2 is klaar. Ik ga nu even de volgende twee nog maken. En dan kom ik terug om te laten zien hoe dat we alles vastmaken. Voilà, hier ben ik terug. Mijn vier clusters zijn af. En mijn binding en draad liggen klaar. Net hetzelfde principe als hoe ik daarnet mijn pagina's aan elkaar heb gebonden. Net datzelfde principe ga ik nu deze clusters van pagina's vastbinden aan de binding. Het handige nu is dat die al aan elkaar hangen, dus je moet niet meer zo kijken naar het goed vast te houden. Dus nu ga ik eerst door de binding, de achterkant van de binding. Weer bovenste gaatje eerst. In het midden naar beneden. Maar dus ook in het midden van de binding mee naar beneden. Voilà. Om dan in het laatste gaatje weer naar de binnenkant te gaan. Dus ook hier vormen we weer gewoon die 8 van daarnet. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik zou zeggen, terugspoelen en opnieuw kijken. Terugspoelen en opnieuw kijken. En dan weer in het midden naar buiten. Het is heel moeilijk om zowel door de pagina's als door de binding tegelijk. Dus, maar goed, het gaat wel goed hoor. Voilà, en dan weer heel stevig vastknopen. En die knoop, die wordt dan eigenlijk straks meegeplakt in de kaft. En daar gaat ook helemaal niemand nog iets van kunnen zien. Voilà, en zo is mijn eerste pagina bevestigd aan mijn binding. Woehoe! Laat ons hopen dat het allemaal zo... Ja, ik weet dat het goed blijft gaan. Ha. Dat is het voordeel aan dit nu inspreken als het al gemaakt is. Dus voilà, net hetzelfde. Bovenaan aan de achterkant, dus aan de kant die gaat vastgeplakt worden, naar binnen gaan. Met de pagina's van de rug naar de middenkant. In het midden gaan we weer naar de buitenkant van de rug toe. Binding niet vergeten mee te pakken. Dat is voor je eerste krulletje van je 8. Dan gaat je naar het midden. Om dan zo weer je bocht te maken en naar onder te gaan. Dus soms is het moeilijk om je naald. Ik heb een redelijk dikke naald en die moet dan door die gaatjes.
Voilà, in het midden weer naar buiten. En van onder gaat je dan weer uw bocht maken om weer naar boven te gaan. Dus terug naar het midden. En langs het midden naar de rug toe. Dit is een van de meest stevige manieren om een boek in elkaar te hangen. En dan gaan we weer een knoopje maken. Zo, ik ben klaar met het boek. Ik heb heel wat problemen gehad met het geheugen van mijn camera omwille van de lengte van het filmpje. Dus ik neem dit even wel zo rechtstreeks gesproken op. Dus van het moment dat ik mijn vier clusters had, heb ik die samengebonden in dat stukje met die gaatjes in. Dat gedeelte is dus kwijt op video. En uiteindelijk heb ik dan, als ik dat erop gebonden had, heb ik dan met dezelfde lijm in mijn kaft die ik al eerder gemaakt had bevestigd. Dus dat hangt goed vast. Ik heb nu een cluster, vier clusters van papieren die mijn pagina's vormen. En eigenlijk ben ik zelf een beetje verwonderd van hoeveel dat erin past. En nog eens hoe mooi dat papier is. Dus ik heb gewoon, ik heb nog twee vellen over van mijn mooi papier. Dat zijn kaartjes en labeltjes. Wat heb ik gedaan? Ik heb de vellen papier heb ik gesneden op 17,5. Waarom 17,5? Dat moet in uw huisje passen. Dus uw pagina's die vallen in uw huisje. Ik ga je dat dadelijk laten zien. En 17,5 is daar ideaal voor. Dus ik heb elke keer mijn pagina op 17,5 gesneden. Maar ook die overschot heb ik gebruikt. Dat zie je aan deze. Dus gewoon, ja, die is dan wat kleiner. Dus ik heb verschillende soorten maten van pagina's. Je ziet hier ook zo'n klein flapje. Dat waren, er waren bij het papier ook zo vellen waar vier vierkantjes op stonden. Die heb ik gewoon uitgeknipt. En ook die heb ik er dan zo in bevestigd. Dat maakt dat ik wel een flapje heb, maar dat stoort mij niet. Dus uiteindelijk heb ik, als ik nu kijk naar deze eerste cluster, heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Met nog een envelopje. 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 plaatsen voor een foto te hangen. Dat is voor één cluster, hè? Want hier begint dan de volgende. Dus 18 x 4, dan zitten we aan 62 foto's, wat toch al wel de moeite is. Ik vind het zelf heel geslaagd. Op sommige stukjes ziet je het, ik heb elke pagina wel bewerkt met mijn distress inkt om ze zo'n beetje om de witte randjes weg te werken. Maar ik heb dat niet heel ver bewerkt. Ik ben zelf heel tevreden. Ik heb hier mijn basis. Er zitten nog wat overschotjes van kaartjes in. Ook een envelopje dat erbij zat, dat ik kon knippen, waar nog iets in zit. Dat heb ik er nu even ingelegd. En dus, als ik nu even de basis op zijn kant leg, zo, dan kunt je zien dat ik dus de kaft vormt het dak. En dit past er dan zo mooi. Zo. En dan, ja, het is niet zo handig als het op zijn kant ligt. Steken we de boek erin. Oh, ziet, ik heb hier een pagina niet goed. Voilà. Voilà, en zo past mijn kaft perfect op mijn huisje als dak.
En zitten mijn pagina's, ik ga dat proberen zo, zitten mijn pagina's mooi in het huisje. Hier zitten die kaartjes nog die los waren, die zijn nu even op de kant gaan liggen. Dus voilà, zo zit alles mooi. Mijn bodem is mooi versierd. Mama heeft een huisje gemaakt en mama is aan de mensen dat laten zien. Vind je het een mooi huisje? Maar waarom zie ik dan geen mensen? Omdat ik die daar aan het filmen ben. Zo, voilà. Het boekje, het huisje. Dat was het. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. En ik hoop dat jullie helemaal zin hebben om er zelf aan te beginnen. Want, goh ja, zelf foto's in plakken, cadeautje. Ik zie het al als een housewarming cadeautje. Als iemand die 50 wordt, een huwelijk zelfs, een eigen trouwhuisje. Ja, ik zie er wel heel wat mogelijkheden in. Ik hoop jullie ook. Het is vooral heel leuk om te maken. Dat is toch het belangrijkste, hè? Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer, hè. Dag!